Ik ben vandaag net iets ten noorden van Utrecht, want daar ligt de Ruige Hoek. En dat is een fantastische visvijver met twee vijvers. Er is hier een vijver die bestaat voornamelijk uit forellen en 200 karpertjes tot een kilo of 2-3. En er is een steurenvijver waar niet alleen steur in zit, maar ook meerval en karpers. En ik ga vandaag met vismaat Peter Stolten, gaan wij vandaag eens kijken of we een visje kunnen vangen op die steurenvijver. Ik heb al eerder gezegd, er zit hier genoeg vis op die vijver en dat blijkt ook alweer, want we hebben net nummer 1 en 2 onthaakt. We zijn hier net een half uurtje aan het vissen en dan komt hij weer aan. Het is wel belangrijk om hier goed materiaal te gebruiken met te licht materiaal. Dus als je denkt ik ga hier met een vingertje zitten, zou ik je zeker niet adviseren. Een beetje 2 pond karper hengelen is toch wel minimaal wat je nodig hebt. Gewoon omdat die vis gewoon veel te groot is om hier met te licht materiaal te gaan vissen. Natuurlijk, er zitten kleinere steurtjes op en er zitten er wat groter op. Ik heb begrepen dat de grootste ongeveer 19 kilo is. Nou ja, wij vissen vandaag met rolmops, een beetje maden als voer om te schieten. En dat is eigenlijk alles wat je hoeft te doen. Peter die vist aan de overkant een paar meter van het eiland af en ik zit eigenlijk maar een meter of 4 van de kant af. En die vis die zit hier eigenlijk overal. Moet je eens horen, dit is toch het geluid wat je wil horen. Die slip die loopt of niet? Toch eens kijken, daar doe je toch voor. Zondagochtend, half januari, net iets boven nul. Straffe oostenwind en een werelddag. Dat is natuurlijk het voordeel, ook hier weer haakloos vissen. In dit geval viel de haak er gewoon uit, dus... En een pracht voor een diamantsteurtje. Moet je nou toch eens even kijken. Nou, dan gaan we deze terugzetten. Dat is nou zo mooi van zo'n bewaarnet. Je kunt hem er gewoon uit laten zwemmen. Klein duwtje meegeven. En dan gaat deze weer terug naar de rest van de familie als het lukt. Kijk, daar gaat hij. En weg is die weer. En we gaan weer een nieuwe vangen. Nou, dan zitten wij hier natuurlijk half januari. En je ziet het wel aan hoe we aangekleed zijn. Ik ben gekleed op de kou in elk geval. En Peter ook. Als je naar dit soort vijvers toe gaat in de winter en je bent er niet op gekleed, dan kun je beter thuis blijven. Dat is gewoon niet te doen als je hier in je gewone spijkerbroek gaat zitten. Dus zorg ervoor als je 's winters hier gaat vissen, dat je genoeg warmtekleding hebt. En anders moet je gewoon ervoor kiezen om hier in de zomer te gaan vissen. Maar het leuke is hier, dat je niet alleen een visje kan vangen, er is een toiletgebouw. En je kunt er ook nog fantastisch eten of gewoon iets drinken. Al kijkend vanaf het terras naar alle andere vissers die bezig zijn. Nou, het gaat hier echt nu lopen lijkt het wel, want... Nummer 4, ik zeg verder helemaal niks meer. Tot nu toe nog geen hele grote aan de lijn gehad. Maar dit is ook weer een leuk steurtje, kijk maar. Kijk wat leuk visje het weer is. Prachtig formaat, kijk. Ontzettend gezond visbestand. Even mijn schepnet erbij. Even mijn schepnetje erbij. En je ziet wel dat we hier een behoorlijk schepnet gebruiken. Want die heb je echt wel nodig voor die vis. Want een te klein schepnetje, dat gaat niet werken. Ik durf het al bijna niet meer te zeggen, maar echt een fantastische visvijver. Om zelf ook eens een dagje te gaan vissen. Ik doe deze terug en dan gaan we weer verder. Kijk, wat nou zo leuk is van het vissen op zo'n vijver is dat je er eigenlijk maar heel weinig materiaal voor nodig hebt. Gewoon een goede karperhengel, minimaal 2 pond. Ik zou hier niet gaan zitten met een feederhengel, want de vis is gewoon te sterk eigenlijk voor een feeder. Ze zijn hier op de Ruige Hoek ook niet zo blij als je met te licht materiaal komt vissen. Dus hou er rekening mee dat erop gelet wordt. Verder is het zo dat als je niet beschikt over hengelmateriaal of de juiste spullen, dan kun je hier ook alles huren. Ze hebben een complete hengelset staan met alles erop en eraan, met schepnetten, met van alles en nog wat. Als je hier naartoe komt, is het handig om minimaal een 2 pond karperhengel mee te nemen. En vergeet je onthakingsmat niet. En een goed schepnet natuurlijk. En een flinke schepnetsteel en groot genoeg om die dikke steuren te kunnen vangen. Nou, hoe vissen wij vandaag hier? Dat is het voordeel van zo'n steurenvijver is natuurlijk, dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt, die vis zit overal. Dus ik vis nu aan de overkant. Ik ben begonnen op 3 meter van de kant, kan perfect. En Peter vist ook aan de overkant een beetje tegen het eiland aan. Let wel op dat je hem niet in het eiland gooit, want zoals je ziet staat er nogal wat bossages. Maar ja, die vis die is nu eenmaal gek op schuilplaatsen, vooral natuurlijke schuilplaatsen. Probeer op zoek te gaan naar een randje, maar het kan hier eigenlijk niet misgaan. Je hebt eigenlijk heel weinig aas ook nodig, want wat ik bij me heb is 1 liter maden. En ik heb een potje rolmops gekocht in de winkel. Kleine stukjes snijden. Kun je makkelijk doen aan een haak 6 of een haak 8. Weer haakloos. Hou dat goed in de gaten. En ja, weet je, als jij zegt van nou, ik wil met pellets vissen. Ik wil met haring vissen. Met een stukje makreel. Je kunt eigenlijk zo gek niet verzinnen. Of die steur of die meerval. Die aarzen er wel op. Als je op karper wil vissen, dan denk ik dat het wel verstandig is om je wat meer te richten op karpers. Dus dat je dan al gauw gaat vissen met wat boilies of wat waftertjes. En dat je dan pellets bij moet gaan schieten op een gegeven moment. Maar het is maar net waar je voor gaat. En dat is het leuke van zo'n vijver. Je gaat hier zitten en je weet van tevoren niet of het steur wordt
meerval of karper of een combinatie van allemaal of alleen maar steurtjes. Tot nu toe hebben wij in elk geval alleen nog maar steur gevangen. Nou, onze vissessie op de Ruige Hoek zit er bijna op. Je ziet dat Peter had ook nog zijn boilies meegenomen. Die zijn zeker aan te raden als jij ook nog karpers wil vissen, vangen. Nou, als jij nou meer informatie wil over de mogelijkheden die hier zijn op de Ruige Hoek, dan ga je gewoon op Facebook of op internet. Surf gewoon eens naar de Ruige Hoek in Utrecht. En het kan haast niet missen. En het leuke van zo'n vijver is, er is heel weinig voor nodig om hier gezellig een dagje te gaan vissen. Wij hebben hier een werelddag gehad. Op naar de volgende vijver. Tot kijk.